Goedenavond, welkom opnieuw op de wekelijkse webinar over de Oosterweel werken. Vanavond trekken we een keertje niet naar Linkeroever en in Zwijndrecht. Nee, vandaag gaan we naar Merksem. Binnenkort starten daar de werken op die we gaan uitvoeren langs Heen de Ring. We hebben eind september het contract getekend met het aannemersconsortium dat daar de werken zal uitvoeren. Die werken schieten dus binnenkort uit de startblokken. Hoe dat we dat aanpakken en wat de hinder zal zijn voor het verkeer, dat leg ik zo dadelijk uit. Ik ben Gerinde Dont, ik ben werfcommunicator bij Landis en ik ben jullie gastvrouw vanavond. Terwijl ik mijn presentatie even zoek, zou het voor mij handig zijn dat jullie even noteren in de chatbox van waar jullie zijn. Dat is altijd fijn om te weten. Goed, wij trekken naar Merksem, waar de Oosterweelwerken starten. En het is in deze zone dat we gaan werken. Dat is de toekomstige zone. Beeldje van de toekomst van de ring en rechts van ons buiten beeld ligt de wijk Lambrechtshoeken in Merksem. En we gaan daar een nieuw bermenlandschap bouwen tussen die wijk en de ring. Ik neem jullie eventjes mee naar een filmpje over de Oosterweelverbinding om te laten zien wat we precies gaan bouwen in Antwerpen. De Oosterweelverbinding, daarvoor trekken we eerst naar Linkeroever en in Zwijndrecht. Daar gaan we de bestaande infrastructuur heraanleggen en maken we ook de voorbereiding voor de tunnel naar de Schelde. De nieuwe tunnel trekt onder het Sint-Annabos en onder de Schelde door naar Rechteroever. En daar komen we aan in het Oosterweelknooppunt. Een knooppunt van waar je naar de noordelijke haven kan en naar het eilandje. In dat knooppunt vertrekken ook tunnels, nieuwe tunnels, de zogenaamde kanaaltunnels. En die sluiten aan op de verdiepte ring, het afgebroken viaduct van Merksem, waar je hier richting noorden onder de overkapping aan de Groenendaallaan uitkomt. En richting zuiden kom je terecht aan het Sportpaleis, waar ook een stedelijk plein en een overkapping wordt voorzien. En een beetje verderop, ter hoogte van het rivierenhof, wordt eveneens een overkapping voorzien. En zo maken we de ring van Antwerpen dus rond in het noorden van de stad. Nog eventjes overlopen wat de verschillende onderdelen zijn van de Oosterweelverbinding. Hier in beeld hebben we de werken op Linkeroever en in Zwijndrecht. Dat is de vernieuwing van de bestaande infrastructuur. We hebben de bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw knooppunt om naar de haven te gaan, om naar het noorden van Antwerpen, het eilandje te gaan. Dan nieuwe kanaaltunnels, die sluiten aan op de R1 ten oosten van Antwerpen, de R1 die afgebroken wordt, het bestaande viaduct van Merksem. En we gaan die ring verdiept aanleggen. Het verkeer zal van plus 1 naar min 1 niveau gaan. En met het rondmaken van de ring kunnen we ook de eerste ringparken aanleggen rondom de infrastructuur. En daardoor zorgen we niet alleen voor een veiligere ringinfrastructuur, maar ook voor een betere leefomgeving. Een plek waar het toch aangenamer wonen en werken is dan vandaag de dag het geval is. Nu, de Oosterweelverbinding gebruiken we ook als hefboom om de multimodale knooppunten verder uit te werken, om de modal shift te bewerkstelligen, waarbij we meer en meer inzetten op het duurzame vervoer. Er komen meer dan 35 kilometer fietspaden en verschillende overstappunten van de auto naar het openbaar vervoer, naar deelsystemen. Nu, vandaag zoomen wij in op Merksem, op de werken die dat er daar gebeuren in het oosten van de stad. Eventjes met jullie overlopen. Dit is de ring vandaag. U ziet dat de ring van Antwerpen niet rond is. Wij maken die ring rond met een combinatie van tunnels, de oranje gedeeltes, en sleuven, de gele gedeeltes.
En ter hoogte van Merksem hebben we vandaag hier de bestaande infrastructuur. Dit is de ring. We kijken richting noorden, we kijken richting Nederland. Hier heeft u Merksem met de wijk Lambrechtshoeken. Hier heeft u de Mazurenbrug. En hier onderaan in beeld is de Groenendaallaan, die vandaag de dag onder de ring onderdoor loopt en onder de spoorlijn onderdoor loopt. Dat zijn hier de blokken van de luchtbouw. Links buiten beeld heeft u de Kinepolis om u te kunnen situeren. Hoe gaat dat er daar in de toekomst uitzien? In de toekomst zal die ringinfrastructuur volledig onder de Groenendaallaan onderdoor verdwijnen. Dus onderaan in beeld kom je onder het Albertkanaal. Je rijdt richting noorden onder de Groenendaallaan onderdoor. En je rijdt verder richting noorden, richting Mazurenbrug, richting A12 en richting E19. Hier over de ring loopt de Groenendaallaan die omgeven wordt door een ringpark. En waar dat we volledig het ringpark Groenendaal en waar we verschillende wandel- en fietspaden voorzien om ervoor te zorgen dat dit op- en afrittencomplex van Merksem, dat dit veel veiliger en conflictvrij kan verlopen. Dus dit stukje is niet de ring, dat is de Groenendaallaan met de op- en afritten naar die ring. De ring loopt volledig onder de Groenendaallaan onderdoor. En dan verderop naar het noorden creëren we een buffer tussen de wijk Lambrechtshoeken en de bestaande R1. We leggen een geluidsperma aan, we leggen daarbovenop komen nog eens geluidsschermen. Er komen verschillende fiets- en wandelpaden, zodanig dat we eigenlijk het ringfietspad verder rondmaken richting noorden. Nu, de invulling van dat park, dat wordt vandaag de dag nog verder uitgewerkt door de ringparkontwerpers. Maar we voorzien met de Oosterweelverbinding alvast die mooie onderbouw. Dus dat ringpark Groenendaallaan, hier heeft u de Groenendaallaan lopen, de ring eronderdoor, onder het Albertkanaal onderdoor, zorgt dus voor die veilige fietspaden, voor het doorgaande fietsverkeer over die Groenendaallaan richting Kinepolis, dus op deze zijde, een conflictvrije doorsteek aan dat op- en afrittencomplex. En er is ook een vlottere doorstroming, ook voor de tramlijn die minder gehinderd zal worden. En dat ziet er dus als volgt uit. Dit is die Groenendaallaan met de op- en afritten komende van de ring. Er loopt nog eens een park boven die Groenendaallaan met al die fietspaden in alle richtingen. Dat is wat het gaat worden. Maar we starten nu met die werken. Waar zijn we bezig? We zijn momenteel al bezig in de omgeving van de Groenendaallaan met nutsleidingswerken. Maar nu gaan we ook echt de werfzones voorbereiden tussen de ring en Merksem. Om u nog eens eventjes te situeren, dus we zitten in dit deeltje van Antwerpen en we zitten meer specifiek hier aan Merksem en de Groenendaallaan. Voor wie dat liever op een Google Maps kaartje ziet, dat ziet er als volgt uit. Dus dit deel tussen het complex Ekeren hier in het noorden en het op- en afrittencomplex Merksem, hier tussenin gaan we werken tussen de ring en de wijk Lambrechtshoeken in Merksem. Nu, wat gaan we daar precies doen? Vanaf 25 oktober starten zowel links als rechts van die ring starten we met het bouwklaarmaken van de terreinen voor de bouw van de heraanleg van de bermen langs de R1 tussen de Groenendaallaan en de Mazurenbrug. Dus het is dit gedeelte en dit gedeelte. We gaan daar de bomen en het struikgewas kappen. Werfwegen worden aangelegd in de berm, dicht tegen de ring. En er komt ook een werfafsluiting om ervoor te zorgen dat die wijk afgesloten wordt visueel van de werfzones. Na deze werken kunnen we ook starten met de verplaatsing van de schijnkokers.
Nu, die werken betekenen dat we vanaf 18 oktober tot het einde van de werken de beide opritten in Merksem richting noorden moeten afsluiten. Dus het gaat, als we hier in beeld de Groenendaallaan hebben, het gaat om deze oprit richting noorden en de oprit aan de zuidkant van de Groenendaallaan richting noorden. Dus het verkeer dat vanuit Merksem komt, dat normaal zo naar het noorden rijdt, en het verkeer dat vanaf de richting Kinopolis komt, dat op deze manier richting noorden rijdt, dat verkeer kan niet langer meer van die op- en afritten nemen vanaf volgende week maandag. Wat kan je dan wel doen? Dan volg je de omleiding richting Noorderlaan tot in het op- en afrittencomplex Ekeren. Dus het verkeer dat in de toekomst richting noorden, richting Noorderkempen wil rijden, dat volgt de Noorderlaan richting het op- en afrittencomplex Ekeren. Dus niet via de Bredabaan in Merksem. En vanaf 25 oktober zal ook de verkeerssituatie op de Mazurebrug tussen het kruispunt van de Wulpstraat en de Victor Govaerslaan en het kruispunt van de Vancouverstraat en de Havannastraat, dat verkeer over de Mazurebrug, over die R1, de R1 ligt hieronder, dat verkeer zal anders georganiseerd worden. We zien dit plaatje. Dus in de toekomst rijden de fietsers op een dubbel richting fietspad aan de noordzijde, dus aan de zijde van Nederland over die Mazurebrug. Het wegverkeer heeft één rijstrook in elke rijrichting. En er komt ook nog een aparte rijstrook voor het werfverkeer op de zuidzijde, dus aan de onderste zijde van die Mazurebrug. Dus ook verkeer in beide rijrichtingen. Deze situatie, zowel als het afsluiten van dat complex Merksem richting noorden, zal duren tot het einde van de werken. Op de ring zelf is er ook een verkeersmaatregel. Er zal geen pechstrook aanwezig zijn tussen de Groenendaallaan en de Mazurebrug richting het noorden. We voorzien wel pechhavens om de 500 meter om in geval van pech te kunnen parkeren. We doen dat om veiligheidsredenen tijdens de bomenkap en ook omdat we nadien nog rioleringswerken moeten aanvatten en geluidsmuren plaatsen. Het complex Merksem, daar heb ik een kaartje voor hoe dat er de komende maanden en jaren zal uitzien. Dus de oprit richting noorden en deze oprit richting noorden, die sluiten vanaf 18:10. Vanaf ondertussen werken we aan de afrit komende vanuit het zuiden. Die afrit die passen we aan. We moeten hier het kruispunt Groenendaallaan met die afrit en deze straat moeten we aanpassen. En dat deze afrit zal in de toekomst open blijven voor het verkeer dat komt van het zuiden. Dus al het verkeer dat komt uit Hassel, Gent en Brussel, dat verkeer laten we nog richting Merksem gaan via het complex Merksem. Het verkeer dat komt van het noorden, dus vanuit de Noorderkempen en vanuit Nederland, dat verkeer zal via het complex Ekeren in de toekomst rijden en via de Noorderlaan. De afrit komende van Merksem, die sluit eind 2021. Ook dus de afrit als je komt van het zuiden en ook de afrit als je komt van het noorden, die sluit in de tweede helft van 2022. Dus de enige op- en afritten die open blijven zijn de zuidelijke op- en afritten. Dus komende van Antwerpen kan je richting zuiden en komende vanuit het zuiden kan je richting Merksem of richting Luchtbal Kinopolis rijden.
En wat staat er dan verder nog op het stapel? Als die werken in de bermen afgelopen zijn, dan starten we ook met werken om de schijnkokers te verleggen. Dat zijn vooral koker- en nutsleidingwerken, doorpersingen gaan daar gebeuren, verschillende grondwerken. We moeten van alles voorzien om ervoor te zorgen dat de waterhuishouding van eigenlijk die wijk hier, dat die in de toekomst veel beter zal verlopen. Vandaag de dag heeft die wijk heel wat hinder van water bij hevige regenval. Dus we zorgen ervoor dat die waterhuishouding beter wordt. De werken aan de schijnkoker, die duren 1,5 jaar. Binnenkort zullen we u daar een meer concrete planning voor kunnen geven. Wat staat er verder ook nog op de planning? De werken aan de bypass. We zijn bezig met de voorbereiding om een vergunning te bekomen voor die bypass. Nu, wat is die bypass? Die bypass die gaan we bouwen langsheen het viaduct van Merksem tussen het Sportpaleis en het viaduct van Merksem. Dus we gaan daar een tijdelijke bypass, tijdelijk viaduct bouwen. En dat tijdelijk viaduct zorgt ervoor dat we de bestaande ring kunnen afbreken en dat we op die locatie een nieuwe ring kunnen bouwen. Als de nieuwe ring in gebruik genomen wordt, dan kunnen we die een bypass afbreken. En daarna werken we de omgeving verder af. Op dit moment loopt er nog onderzoek naar de inrichting, de verkeerskundige inrichting van die bypass. Men kijkt naar 3+3 rijstroken, dus 3 rijstroken in elke rijrichting, om dus op die rode bypass te laten rijden. We voorzien bredere rijstroken, duidelijke signalisatie. Dat heeft allemaal tot doel om ervoor te zorgen dat het verkeer gedurende jaren in een stabiele verkeerssituatie kan rijden. Voor de mensen die van Linkeroever en Zwijndrecht zijn, die weten dat er regelmatig fasewissels zijn. Fasewissels zorgen ervoor dat het verkeer zich moet telkens opnieuw aanpassen en dat kan wel eens voor gevaarlijke situaties zorgen. Met de bouw van een bypass zorgen we ervoor dat gedurende jaren het verkeer eigenlijk in een stabiele situatie rijdt, wat veel veiliger is voor de doorstroming van het verkeer. Momenteel is het milieueffectenrapport in opmaak en we verwachten dat we begin april de vergunning kunnen aanvragen voor die bypass. Het openbaar onderzoek zal dan lopen in mei-juni 2022 en de werken starten dan in het najaar na de zomer volgend jaar. Van zodra dat we meer concrete informatie hebben over de werken van de bypass, kunnen we u daar meer over vertellen. We zullen nu volledig uitgebreid stap voor stap meenemen in dat proces. Dat is de planning voorlopig. We hebben in 2020 de vergunning verkregen, de omgevingsvergunning, voor de bouw van de Oosterweelverbinding. In het najaar zijn er al voorbereidende werken gestart. Er zijn nutsleidingswerken gestart. We starten nu ook met de werken in de berm tussen de ring en de wijken in Merksem. Volgend jaar starten we met nutswerken op Schijnpoort. In de loop van het voorjaar gaan we dan de vergunning voor de bypass aanvragen. In het najaar volgend jaar start de bouw van die bypass. Die bypass zal dan in gebruik zijn in de loop van 2024, begin 2025. En dan kunnen we beginnen met de afbraak van die bestaande ring. En dan in 2029, 2030... Als die nieuwe ring in gebruik wordt genomen, kunnen we de bypass afbreken en verder de omgeving afwerken. En dan is de Oosterweelverbinding klaar. Dat was het voor vandaag. Hè. Heel wat informatie. Ik wil nog even meegeven dat u alles kan terugvinden op onze digitale kanalen. We hebben onlangs onze website vernieuwd. Kan het filmpje dat ik in het begin van de presentatie heb getoond, dat kan u daar terugvinden. We hebben onze Facebookpagina waar we heel veel informatie op zetten. Schrijf je zeker ook in op onze e-nieuwsbrief. Dan houden we
u verder op de hoogte van de werken. Mensen van Linkeroever en Zwijndrecht weten al hoe dat verloopt. Maar ook op Rechteroever zetten we natuurlijk al onze communicatiekanalen in. En dan trekken we momenteel ook naar de buurten voor verschillende buurtbabbels. Meer concreet voor werken in uw straat krijgt u bewonersbrieven thuis bezorgd. En dan is het ook interessant om een keertje te kijken naar onze projectatlas. Ik ga even onze projectatlas delen. Want dat is toch een interessante website waar u meer informatie terugvindt. En dat vindt u hier bij Toekomstbeeld. Dus op onze website oosterweelverbinding.be komt u terecht op onze projectatlas, het toekomstbeeld van de werken, waar u volledig kan inzoomen op die omgeving. En je kan hier bijvoorbeeld klikken op de omgeving van de Groenendalaan en kijken wat dat er in uw buurt allemaal gaat komen. En dat is de ring hier ter hoogte van Merksem en zo rijdt u richting Antwerpen, richting Nederland. Goed, dat was het voor vanavond. Onthoud dat vanaf 18 oktober het op- en afrittencomplex richting Noorden dicht gaat voor de werken die de week nadien starten. We starten werken in de berm. Je ziet dat hier achter mij tussen de ring en de spoorlijn enerzijds en tussen de ring en de wijk Lambrechtshoeken anderzijds. We zijn daar werfwegen gaan we daar aanleggen. We gaan ervoor zorgen dat de terreinbouw klaar is en we zorgen ervoor dat er ook een zichtscherm komt om die werken af te scheiden van de omgeving. Voor het verkeer op de Mazurenbrug betekent dat dat je anders zal moeten rijden, want dat werfverkeer komt er ook nog tussen. Dat was het voor vanavond. Ik wens jullie alvast nog een fijne avond. Bedankt dat jullie er opnieuw bij waren. Tot volgende week.